Minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft besloten om een landelijke ophok- en afschermplicht in te stellen. Dit besluit is genomen na een nieuwe risicobeoordeling van deskundige groep dierziekten, die het risico op vogelgriepuitbraken matig tot hoog inschatten. Onlangs is in het dorpje Putten vogelgriep vastgesteld. Maar ook dichterbij, net over de Duitse grens in Kleef. Op basis van deze twee besmettingen en alle informatie over andere uitbraken binnen de Europese Unie, is de kans op besmetting van een pluimveebedrijf in heel Nederland ingeschat als matig tot hoog, terwijl het eerst lager lag. Bij een pluimveebedrijf in Groesbeek komt het virus toch erg dichtbij. Nou ja, Kleef, dan komt het wel dichtbij inderdaad, want qua afstand is het denk ik ongeveer hemelsbreed, misschien 12, 15 kilometer. En je weet, een virus kan zich redelijk goed verspreiden. De kippetjes zitten nu nog binnen, dus de kans dat ze echt in aanraking komen met vogelpoepje of zo is het op zich niet zo heel erg groot. Gutters heeft al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het virus niet op zijn bedrijf komt. Ik zeg al, in principe zitten ze binnen, dus ze hoeven niet terug. En voor de rest zorgen we er altijd voor dat mensen die echt in de stal komen, die moeten douchen. En dat doen we eigenlijk altijd al. Dus voor de rest hoeven we eigenlijk niet extra maatregelen te nemen. Ja, mocht het inderdaad onverhoopt binnenkomen en de kippetjes worden dan ziek, ja, dan zouden ze geruimd moeten worden. Ja. Bij de besmetting in Kleef gaat het om kalkoenen, waarbij de vogelgriep is vastgesteld. Volgens Schutter zijn deze vatbaarder dan kippen. Toch kan elke soort vogel de vogelgriep krijgen. Gutters doet daarom ook een oproep. Ophokplicht is voor commercieel gehouden pluimvee, nou dat is hier. En afschermplicht is bedoeld voor de hobbydieren, zeg maar. Dat ze toch inderdaad erg zitten waar ze geen rechtstreeks contact hebben met de buitenwereld. Ik roep eigenlijk ook wel de hobby mensen op die hobbykippetjes hebben om toch een klein beetje rekening mee te houden. Want als bij zo'n klein bedrijfje komt, dan kunnen wij ook goed last van krijgen, zeg maar.